Hey jongens, welkom bij deze nieuwe Dortmund Career Mode aflevering. En we spelen tegen Anderlecht voor de tweede keer. De eerste keer hadden we gelijk gespeeld, 1-1 denk ik. En als we nu kunnen winnen van Anderlecht, zijn we wel zeker dat we eigenlijk doorgaan in de Champions League. Want dan pakken we weer 3 punten op Anderlecht. Dus dat is dan 10 punten voor ons, met dan nog 2 wedstrijden te gaan. Dus dan kan Anderlecht nog maar 9 punten pakken. Dus zijn we sowieso door. Dus het is een zeer belangrijke wedstrijd. En het gaat de eerste keer zijn dat we terug met Weidenfeller gaan spelen. Weidenfeller gaat in doel komen. Hort zal in doel komen in het andere team. Dus nu hebben we terug 2 keepers om in te switchen. En ik ben benieuwd. Weidenfeller voor de eerste keer terug in doel. En ja, let's start this game. Van Immobile. Immobile, dit is uw kans. Dit is uw kans. 1-0 voor tegen Anderlecht nu al in de 9e minuut. Dat ziet er wel al wat beter uit dan de eerste wedstrijd dat we tegen Anderlecht speelden. Als we zo blijven doorgaan, gaan we voor een mooie overwinning gaan. Oké, kom aan, Aubameyang. Aubameyang afgeven. Oh, bijna een goal daar. Maar dat was misschien weer niet de beste actie. Fekir moet iets proberen. En Subotic gaan mezen. Kowski. Gewoon ertussen zelf blijven gaan. Afgeven naar een ander legspel. Voilà jongens, eerste helft erop. En... dan 1-0 voor. We gaan dat proberen zo te houden of weer te vergroten natuurlijk. Alleen is sorry dat we geen tegendoelpunt krijgen. Dat zou nog wel iets moois zijn. Weidenfeller heeft nog helemaal niets moeten doen deze wedstrijd. We krijgen hier precies wel een mooi plekje voor een vrije trap. Eens zien, hè. Wie zou die kunnen trappen? Aubameyang. Zal hij de beste daarvoor zijn? Blijkbaar. Gaan die proberen krullen? Ik ben benieuwd. En nee, ferm erover. Dat was niet echt. Oh, cross van Anderlecht, wegwerken. Ja. Oh, Immobile is door. Immobile is door, kwam. Kwam Immobile, als je het nu niet afwerkt. 2-0, Immobile. Hij maakt er 2 in een wedstrijd. Onwaarschijnlijk gewoon. Straks moeten we hem nog houden. Geen idee, we zullen wel zien dat hij het verder doet. Maar het was nu natuurlijk tegen Anderlecht. Is het? We zien wel. 2-0, dat is het belangrijkste, zolang dan ons team maar... Oh, kansje Anderlecht, precies. Kansje Anderlecht. Nee. Ja, mooi weggewerkt. Kom aan. Het is nog niet gedaan. Laat ze niet naar binnen komen. Nee. Dennis Praat geeft even naar Kirsten. Ah, ze zijn hier aan het rondtikken. Dat is nooit goed. Kom aan, weg. Weg. Allee, wat is dat nu? Oké, Weidenfeller, een bal. Eerste bal die ooit naar Weidenfeller kwam. En Immobile. Kom aan, Immobile. Hattrick. We hebben nog geen enkele hattrick gemaakt met iemand dit seizoen. Kunt jij dat, Immobile? Nee. Buitenkant paal, Immobile. Kom aan, zo'n kans. Ah, 2 wissels van ons komen erop. Sahin voor Malanda, Ramos voor Aubameyang. Immobile kan nog altijd voor zijn. Kom aan, Immobile. Nee, geen geen hat-trick, maar wel het einde van de wedstrijd. 2-0 overwinning, dat betekent dat we sowieso door zijn in de Champions League met zelf nog 2 wedstrijden te gaan. Dus dat is gewoon fantastisch. En ja, hoe is het hier voor de rest van de competitie? Tegen wie gaan we moeten? Ik heb nog geen idee, dat is redelijk spannend. Kom aan. We zitten alleszins al in november. Over je prestatie, bla 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 bla. Duitse Polka, ja, was niet zo goed. Dat weten we, daar hebben we niet veel geld voor gekregen, maar daar is ook niet de dikke poen te scheppen. Dus maakt niet zoveel uit. Aanbieding Paraguay slaan we af. En we spelen daar tegen een team dat ik eigenlijk niet ken. We staan 4e met een match minder te hebben gespeeld. Dus moesten we deze match winnen, komen we op de 2e plaats te staan. Dat zou fantastisch zijn. En komen we gewoon voor Bayern München uit te komen. Dat zou echt mega vet zijn. Dus tegen welk team is dat? Paderborn, echt nog nooit van gehoord. Dumbia staat op kop met de topschutter samen met Olic van Wolfsburg. Die op een 7e positie staan. En laten we snel eens kijken naar... waar kunnen we dat zien? Competitiestanden, tabellen. Dus... in de Champions League, hoe ziet het er momenteel uit? Momenteel gaat Real door in groep A. Staan met Monaco, Napoli staat 3e. Dan in onze groep gaat Dortmund en Sevilla door. Sowieso waarschijnlijk.
Of Sevilla moet alles nog verliezen en Anderlecht alles winnen. Bayern en Juventus gaan door in groep C. Of Galatasaray zal nog groeten uit eten moeten gooien. Oh, groep D. Ajax staat op kop samen met Chelsea, met Paris Saint-Germain er vlak achter met 5 punten. Dat wordt echt nog een harde groep. Dan groep E. Arsenal, Moskou, Feyenoord zou nog door kunnen gaan. Groep F. Schalke 04 met Benfica momenteel, dan Liverpool en Standard, die volgen op 4 punten. Daar is ook alles nog mogelijk. Hier Roma, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen. Kan ook nog. Man City en Porto zijn sowieso door. Allebei met 10 punten. En Zenit en Atletico Bilbao hebben 1 punt. Zot. En in de Europa League. Barcelona zit daarin. Ja, ik weet het. Barcelona zit in de Europa League. Ze zullen wel doorgaan. De Spurs zullen doorgaan. Inter zal sowieso doorgaan. Lokeren kan ook doorgaan, maar ziet er niet echt goed uit. Everton, Wolfsburg, PSV. Real Sociedad, Twente, Dynamo Moskou, Club Brugge 7 punten, Bourgogne 7 punten, CD Nationaal 7 punten. Oh, dat ziet er daar redelijk spannend uit in die groep. Dus ja, dat was het dus voor dat. Nu spelen we tegen Paderborn, dat mag helemaal geen probleem worden. Volgende match is dan ook nog tegen München Gladbach. Die spelen we ook zelf nog allemaal voor deze aflevering 2. En dan is volgende aflevering terug starten bij de Champions League wedstrijd tegen Sevilla. Die dan we dan zullen simuleren. Want ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe dat we spelen. Want ja, de kans dat we niet doorgaan is redelijk klein. Wat ik dat niet zou doen, zijn eigenlijk onbelangrijke match. Dan doen we dat. Maar nu eerst winnen tegen Paderborn. Dan komen we op de tweede plaats in de Bundesliga. Oh, Ramos. Kom aan, Ramos. Ga hem nog. Oh, Ramos. Ramos. Nog eens. Ramos. Dat was easy peasy. Amai, dat ze die niet wegwerkte. Dat was niet normaal. Amai, Ramosje. Mooi. Ik denk dat dat nog maar zijn eerste doelpunt voor ons is. Kijk, hier hadden we zelf een penalty kunnen krijgen. Keeper blokt. En dan nog eens binnen. Ah, zijn tweede doelpunt in de Bundesliga. 1-0 staan we al voor. Nee. Mooie blok. Mooie blok daar. Ramos. Oh, Doumbia. Kom aan, Doumbia. Op de paal. Oh, jongens, toch. Doumbia gaat alleen topscorer kunnen worden met 10 doelpunten. Oh, miljard. Kom aan, Royce. Maar hij stovert een beetje. Wat een waanzinnig schot. Nee. Hier komen we echt goed weg. Zeer goed weg. Goede save van Hart. En dan trapt hij gelukkig tegen de paal. Waar wij er net eigenlijk binnen trapten. Trappen ze er tegen de paal. Dus niet slecht. We gaan ook wisselen. Kampel mag erop voor Aubameyang. Sahin erop voor Kagawa. En Blazikowski voor Ramos. Dit is het mooiste. Het slechtste moment ooit. Oh, hier dacht ik echt dat het 2-0 er was. Maar blijkbaar toch weer niet. Weggekopt. Doumbia binnen. Onwaarschijnlijke goal van Doumbia. Dan toch nog zijn 10e deze avond. 90ste minuut, 2-0. Ik wou net nog zeggen, weer een schrale 1-0 overwinning. Maar hier, boom, voorgeven. Doumbia, bats binnen. Zijn 10e doelpunt in de Bundesliga. Is een feit. Van Doumbia, one more time. Pff. Die had erin moeten zitten. Die had er ook nog in moeten zitten. Miljard. Maar ik vergeef het je. Vast. Ja. Matchen waren al gespeeld. Dat betekent dat we op een tweede plaats uitkomen. Kijk, zei Bayern heeft weer al verloren of toch puntenverlies geleden. Want we staan weer een match achter. En we staan op gelijke punten van Bayern. Dus we kunnen op 3 punten los van Bayern komen. Dat zou echt gek zijn.
Jammer genoeg is Leverkusen ook nog altijd zo goed bezig. Maar ja, we kunnen niet alles willen. Hè. Dus laatste match voor deze aflevering tegen Mönchengladbach. Ik heb besloten om Sevilla er toch nog bij te steken. Want toch is een simulatiewedstrijd, dus maakt het niet zoveel uit. En we staan op 1 punt van Leverkusen. Dus als wij nu kunnen winnen tegen Gladbach, dan betekent dat dat wij gewoon eerste staan. Kom maar, Ramos. Kom maar, Ramos. Gewoon schieten. Ernaast. Wel al een kans. Derde minuut. Kom maar, Ramos. Kom maar, Ramos. Kom maar, Ramos. Kom maar. Doumbia loopt goed. Waarom liep Doumbia niet goed? Maar is het? Is het toch? Doumbia. Zijn 11e van het seizoen. We blijven de counter gewoon bijhouden. Ah, ik dacht ik ga hier weer een loze aanval hebben gedaan. Maar het bleek dan toch goed uit te draaien. Het was geen buitenspel. Raar maar waar. Maar we staan voor tegen Mönchengladbach. Is dat een strafschop? Is dat een strafschop? Oh my. Socrates is getackled in de penaltyzone. Of wat? Oh, graaf. Een verdediger gaat even mee. En we krijgen gewoon een penalty. Doumbia time. Ik zou zeggen, het is een Royce time. Maar Doumbia heeft zijn goaltjes nodig voor topschutter te worden. Kom aan, Doumbia. Rechterbovenhoek. Oh, keeper pakt die. Keeper pakt die niet. Oh, ik dacht dat dat een rebound goal ging worden, maar is het gewoon 2-0 tegen Mönchengladbach. Dan komen we eens tegen een moeilijker team uit en maken we er al 2-0 van. Oh yeah. 12. Kom maar, Ramos. Kom maar, Ramos. Kom maar, Ramos. Kom maar, Ramos. Op de paal. 10-3-0. Ah, sad face. Oké, we beginnen aan de tweede helft. Zodat we onze eerste hat-trick van het seizoen kunnen maken. Ik hoop het. Ik ga alleszins mijn best proberen te doen, maar... Goal! Goal, 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 goal! Gundogan, zijn eerste doelpunt voor ons team. Hopelijk is hij nu vertrokken. Mr. Gundogan, 3-0. Hola, Immobile, Immobile, Immobile! Boom! 4-0 tegen Mönchengladbach, jongens. Immobile. Patser. Amai. Hier dacht ik even ballen te ver van de voet. Maar dan toch nog mooi gechipt door Immobile. Voilà, jongens. Einde wedstrijd. 4-0 overwinning tegen Mönchengladbach. Daar mag ik zeer blij om zijn. 4-0. Poem, poem, poem. Nu hopen dat Bayer Leverkusen niet wint. Ja, dat is het enige. En dan komen wij op de eerste positie terecht. Nu, wat is het? Allemaal voetbalbond Portugal. Oeh, dat is wel zalig. Portugal. Portugal. Pum, 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 pum. Maar het afwezen, jongens. We zijn Belgisch, dus we gaan alleen maar voor België of voor Nederland moesten het zijn. Dat zou ik ook nog wel eens willen doen. En ja, we pakken ons B-team. Weidenfeller in doel. En het is een thuismatch, dus het zou moeten kunnen lukken tegen Sevilla. Als wij winnen, is dat de enige hoop voor Anderlecht nog om misschien door te geraken. We zien wel, Sobotic maakt de 4-0, wat zei ik, de 1-0 in de vierde minuut. Piszczek geblesseerd. Ah, de enige speler die niet geblesseerd mocht zijn in mijn verdediging. Ik heb daar geen vervanging voor, dus hopelijk is de blessure niet te ernstig. Pum, pum, pum. Het is nog altijd 1-0. 1-1. Fikir met de goal 2-1. En het blijft 2-1. Dat betekent dat Weidenfeller ervoor heeft gezorgd dat ons team wint. En we staan nog altijd tweede. Dat heb ik gezien. Bayer Leverkusen staan altijd voor ons. En ja, we gaan eens kijken naar Piszczek. Hoe lang geblesseerd? 2 dagen. Oeh, dat is heel weinig gelukkig. En Kagawa is niet zo blij met de verwikkelingen. Maar dat maakt niet uit voor mij. Het is 29 november. We spelen tegen Frankfurt de volgende wedstrijd. We gaan de volgende episode zorgen dat we alles afwerken tot aan de transferperiode. En tot de volgende keer, jongens. Have a nice day. Vergeet me niet te volgen op Twitter. Subscribe, al die shit. En ciao.